Dag allemaal, ik ben Jonas Peters en ik ben aanvoerder van Willem II. Ik sta hier ook in ons mooie stadionnetje om even iets kort in te spreken. Daarom wil ik iets vertellen eerst over mijn eigen geschiedenis. Ik heb naast mijn professionele carrière altijd gestudeerd, ook hier aan de Universiteit in Tilburg. Eigenlijk tweeledig. Enerzijds omdat ik het heel belangrijk vind dat je jezelf op meerdere vlakken blijft ontwikkelen. Anders wordt je wereld heel erg klein en vooral de voetbalwereld is zo'n gefocuste kleine wereld. Dat je eigenlijk met een brede interesse dat je ook op andere vlakken wil ontwikkelen. En daarnaast weet je natuurlijk als topsporter dat je rond je 35e al met pensioen bent. Dus het is ook heel belangrijk om een goede voorbereiding te treffen om daarna in een maatschappelijke functie verder te groeien. Nou, een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd daarbij is dat werken en leren elkaar kan versterken. Dus in de voetballerij is heel erg de focus altijd gelegd van je moet bezig zijn met voetbal. Enkel dat, en dat is de beste manier om maximaal uit jezelf te halen. Nou, ik ben altijd een beetje tegen de stroom ingegaan. Ik denk dat het veel beter is om je te focussen op meerdere dingetjes en dat ze elkaar eerder kunnen versterken dan dat ze elkaar bijten. Waardoor je een veel breder pakket hebt, waardoor je je veel breder kan ontwikkelen, een veel breder interesse. Je komt veel meer mensen tegen, interessante mensen, interessante andere sectoren. Dus ik ben daar altijd heel erg voorstander van geweest en ik probeer binnen het voetbal mensen daar ook van te overtuigen. Maak je wereld niet te klein en kijk om je heen. We hebben een hartstikke mooie grote wereld en er is nog veel meer te ontdekken dan waar we op dit moment alleen mee bezig zijn. Dus kom alsjeblieft naar de dag van werken en leren. Schrijf je in en ga daarvoor dat je jezelf nog beter kan ontwikkelen. En met name wat ik belangrijk vind is het maximale uit jezelf halen. Er zit zoveel in de mens, je hebt nog zoveel andere kwaliteiten en die kun je alleen benutten als je gaat ontdekken. En daar is dit een uitstekende dag voor. Dus heel veel plezier en we hopen jullie daar te zien. Groetjes, Joris Peters. Ik ben Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En de Sociaal-Economische Raad is het belangrijkste adviesorgaan aan de regering over sociaal-economische kwesties. En wij vinden werk en scholing een ontzettend belangrijk onderwerp. En wat ik nou zo leuk vind aan mijn eigen loopbaan is dat ik dat onderwerp eigenlijk met mij mee is gegroeid. Want ik ben directeur geweest van een instelling voor volwasseneneducatie. Heb op het ministerie van Onderwijs gewerkt als projectleider onderwijs-arbeidsmarkt. Heb vervolgens lang in de Kamer gezeten en dat onderwerp onder mijn hoede gehad. En nu bij de SER adviseren we weer over leven lang ontwikkelen en zijn we zelfs het aanjaagteam daarvan. Ja, en wat ik eigenlijk zo leuk vind is dat ik dus al die kanten heb gezien. En gezien ook dat je van verschillende plekken invloed uit kunt oefenen. Maar dat in je eigen ontwikkeling dat ook meegaat. En dan is nieuwsgierigheid en nieuwsgierig hoe je zo'n onderwerp in mijn geval verder krijgt. Of als je zeg maar met een ander beroep bent, hoe je dat weer ontwikkelt. Ja, dat leren terwijl je aan het werk bent is echt superleuk. We vinden leven lang ontwikkelen zo'n ontzettend belangrijk onderwerp, omdat we zien dat banen steeds veranderen. Nou ja, door de coronacrisis is de hele arbeidsmarkt op zijn kop gezet. De ene sector is plek, de andere is juist tekort. Ja, en dan is het heel belangrijk als je jezelf ook ontwikkelt, een beetje flexibel bent, meeneemt wat je geleerd hebt in het ene beroep, maar eigenlijk voortdurend blijft leren en jezelf ontwikkelen. En niet denkt als je nou op een nieuwe baan zit, nou is het klaar. Nee, dan ga je gewoon ook weer verder. Dat is ontzettend belangrijk in een wereld die eigenlijk steeds onzekerder wordt. Het is ontzettend belangrijk om naar de dag van het werken en leren te komen. Want dan krijg je juist de informatie wat je allemaal kunt doen, hoe je je eigen stappen kunt zetten en hoe je je verder kunt ontwikkelen. En daar gaat dit allemaal over. Hallo allemaal, mijn naam is Mark Meeuwis en 30 september wordt de dag van werken en leren georganiseerd. En het is eigenlijk best slim als je daar naartoe zou gaan. Ik ben zelf bijvoorbeeld afgestudeerd fiscaal jurist, maar mijn hele leven lang heb ik me ontwikkeld en nu ben ik marketingdirecteur van Tilburg en ik ben muzikant in de band van Guus. Dus ik ben hybride geworden en ik denk dat dat echt iets is wat zinvol is voor de toekomst. Dus ga 30 september naar de dag van werken en leren hoop bij voor jou en